ik ben voor de tweede keer op bezoek bij Cornelis. Cornelis is een agrariër die de sprong maakt naar duurzame landbouw. Vanuit de voedselfamilies vind ik het ontzettend interessant en spannend om te zien wat dat nou betekent, zo'n sprong maken. Ik ga best wel inefficiënte dingen doen, dat geef ik gewoon gelijk toe. Daarom ben ik onder andere ook verkleind en een stuk grond afgestoten. Toen we hier aankwamen zat je op je trekker. Die trekker ziet er een beetje maf uit, dus je bent iets aan het uitproberen. Nou, een van de zwakke kanten van mijn bedrijf zag ik dat ik op best wel moeilijk bewerkbare grond zit. En dat denk ik zelf niet op te gaan lossen door met rijpaden te gaan werken. Zodat je 10% van de grond maar bereidt. Alleen ik wil het dan heel ver door gaan voeren. Dus ook het oogsten en dergelijke ook op die rijpaden gaan doen. Daar ben ik heel lang naar op zoek geweest om een maaier te krijgen die voor die wielen weg kan maaien. Daar bleek er maar eentje van, zover ik nu gevonden heb, te zijn. Omdat ik per se op die vaste baantjes wil rijden en niet kriskras over het veld heen. Niet aanzetten, langs de maaier dan. Ja, langs. Het kan gewoon. En mensen denken vaak in bezwaar en problemen. Ik denk, het kan gewoon en ik ga het gewoon doen. En de manier waarop ik het doe, is voor mij uniek in Nederland. Als ze volgend jaar hier langskomen, hoe gaat dit veld eruit zien? Want op dit moment, nu het plan is, is om 7 gewasgroepen te gaan telen. Dus 7 strookjes met verschillende gewassen naast elkaar. En daarnaast 3 jaren met gras en klaver om een stukje rust te geven aan het land. Dus dat is een hele ruime rotatie. 1 keer in 10 jaar komt dan dus hetzelfde gewas terug op je land. En daarmee verwachten wij dat heel veel grote problemen in de huidige landbouwpraktijk, dat ze daar ineens aan denken en over praten over een tijdje. Zoals hier tegen. Dus we komen hier terug volgend jaar, dan kunnen we die reepjes zien. Ja. En dan begint de grond zich al een stuk plezieriger te voelen. Ja. Maar ja, dat lijkt me best wel lastig. Hoe gaat dat de consument bereiken? Ja. Dat is gelijk ook waarvoor ik een investeerder nodig heb. Dat is een hele grote hobbel. Er moet een stukje bewaring komen. En dat gaat dan een hele serieuze bedragen en een stukje verwerking. Ik ben nu aan het onderzoeken van durf ik daarin te investeren. Maar dat wordt een grote stap. Als eenmaal zo'n schuur er staat, dan moet je er wat mee. En ik kan wel voor mezelf gewoon leuk gaan bedenken, nou, mensen willen het en zo moet het. Maar de praktijk moet ook nog bewijzen dat het zo werkt. En met oog daarop zijn we dus de komende weken eigenlijk gaan we een soort haalbaarheidsonderzoek doen. En dat is dan gelijk een document waarmee ik naar investeerders kan of een bank. Wat je nu ziet hier zijn de eerste contouren van de stroken, de 7 gewassen naast elkaar, die verschillend van kleur zijn, verschillend van hoogte, verschillend van stadium. En ook de interactie tussen de diverse beestjes die in de gewassen voorkomen, kan veel groter zijn. En daarmee probeer ik dus eigenlijk na te bootsen wat er vroeger ook gebeurde op de veel kleinere perceeltjes, waar ieder boer zijn eigen vruchtwisseling had. En dat ga ik nu op een moderne manier, wil ik dat graag terug laten komen. Dankjewel voor de update van de sprong die je aan het maken bent. Ik denk zelfs dat het echt prachtig gaat worden. Ik hoop dat we hier over een jaartje weer terug mogen komen. Ja. Dankjewel. Ja.